Dank u wel, voorzitter. De Zweedse punkband The Hives had in 2000 een hitje met hun nummer Hate to Say I Told You So. En dat was het eerste wat ik in mijn hoofd had toen ik een item bij RTL zag over hoe de quarantaineplicht dreigt te mislukken. Want het is niet voor niks dat de SP tegen deze wet stemde. Deze plicht stelt geen zak voor. Wat gebeurde? Nou, tot voor kort waren er vliegverboden. En die waren duidelijk. Zeer hoog risicogebied, dan vlieg je niet. Had die maar behouden, zoals de SP heeft voorgesteld. Want nu mag er weer op India of Brazilië gevlogen worden, omdat we een quarantaineplicht hebben. En dat klinkt heel stoer, maar de uitvoering is typerend voor de lakse manier waarop de overheid met de dreiging van nieuwe varianten omgaat. Als je uit India of Brazilië hier naartoe vliegt, dan mag dat gewoon. Dan kom je op Schiphol aan en dan ga je naar huis. 10 dagen lang of iets korter wanneer je na enige tijd een negatief testresultaat hebt. Klinkt mooi. Maar deze handhaving wordt gedaan door een handjevol mensen in een soort belpanel. Een stuk of 10 mensen. Je hoeft niet op te nemen. Maar als je dat wel doet, en ze horen toevallig op de achtergrond Hugo wil opgehaald worden uit het kinderparadijs, dan krijgen ze misschien wel wat achterdocht. En dan gaan ze een gemeente bellen, die dan al dan niet of misschien of later bij je langs gaat om te kijken of je wel thuis bent. Maar als jij dat belletje krijgt terwijl je met je kind volstrekt onverantwoord in die ballenbak zit, heb je dus alle tijd om rustig naar huis te gaan, een pakje koffie te zetten en wanneer er aangebeld wordt, de deur open te doen wanneer er een boa langskomt. Als die al langskomt, hoeft trouwens ook niet, want je kunt ook gewoon in de ballenbak blijven zitten en weigeren de deur open te doen. En het wordt nog erger, want RTL liet glashelder zien dat er bijna geen één veiligheidsregio is die hierop voorbereid is. Dus vanuit India en Brazilië krijgen nieuwe varianten ruim baan. En dat is precies waar de grote zorg van de SP zit. Want iedereen is zo blij dat er weer iets meer kan. Maar het is dit soort laksigheid waarmee je het risico loopt dat we na de zomer weer precies in hetzelfde schuitje zitten als na de vorige zomer. Dat kunnen we het zorgpersoneel niet aandoen en dat kunnen we ook de mensen die daardoor extra besmet raken niet aandoen. Die kunnen er namelijk hun leven lang last van hebben of zelfs aan overlijden. Ik heb eigenlijk maar 2 vragen. De eerste is natuurlijk, waarom is het niet op orde met de veiligheidsregio's? Waarom is er zo laat contact opgenomen? Hoe kan dit niet op orde zijn? We weten al maanden dat die wet eraan komt. En wanneer is het wel op orde? En de tweede, belangrijkste vraag. Wil dit kabinet onmiddellijk, vandaag nog, de vliegverboden vanuit zeer hoge risicogebieden herstellen? In ons alle belang. Half Europa verbiedt nog altijd vluchten vanuit India, maar wij zijn gekke Henkie met een niet werkende quarantaineplicht. Doe dit ons land niet aan. Als je het indammen van het virus serieus neemt, dan regel je dit vandaag nog. Zeer hoog risicogebied, dan vlieg je niet. Dank u wel. Het woord is aan de minister. Voorzitter, dank u wel. Ik denk dat het goed is om allereerst een aantal misverstanden weg te nemen. En dat gaat bijvoorbeeld over de vliegverboden. Wij hebben nog steeds de Schengen-ban, dus het verbod om in te reizen vanuit niet-EU-landen. Dat verbod is niet opgeheven. Kortom, er geldt nog steeds een verbod voor niet-EU-ingezetenen om vanuit India naar Nederland te komen. Dat is niet veranderd. En een vliegverbod, wel of niet, maakt op dat punt ook niet zo gek veel uit. Omdat er daardoor niet meer reizigers deze kant op komen. Een vliegverbod wil namelijk niet zeggen een verbod op het opstijgen en doen landen van vliegtuigen. Want EU-ingezetenen waren ook van een vliegverbod uitgezonderd. Ook andere landen met een vliegverbod, daar zijn EU-ingezetenen uitgezonderd van het inreisverbod. Dus dat is denk ik het eerste misverstand wat we weg moeten nemen. Nieuwe varianten ruim baan is denk ik ook geen correcte weergave van hoe het zit. We hebben bijvoorbeeld de Indiase variant, waar dan veel zorg over is. Die is niet tot nauwelijks op dit moment op Nederlandse bodem. We hebben hem slechts in zeer gering percentage op Nederlandse bodem. We willen dat natuurlijk ook graag zo houden. En de zorg daarover, die delen we natuurlijk. We houden daar ook goed vinger aan de pols, wat daar ook internationaal uit de onderzoeken blijkt. En wat daar blijkt, bijvoorbeeld in het VK, waar overigens een heel laag besmettingspercentage is op dit moment, maar daar blijkt dat die Indiase variant daar met name nieuwe mensen besmet die of nog helemaal niet gevaccineerd zijn, of die slechts 1 keer gevaccineerd zijn. Dus het onderstreept eigenlijk vooral dat die tweede vaccinatie gewoon hartstikke nodig is.
Dus het is niet zo dat wij hier ruim baan zitten te geven aan nieuwe varianten. Integendeel, het is ook niet zo dat we niet bestand zouden zijn als we gevaccineerd zijn tegen ook de Delta-variant. Omdat juist uit alles blijkt dat vaccins ook behoorlijk goed werken tegen die Delta-variant. Zij het dat de bescherming wellicht een paar procentjes afneemt en met name dan na die eerste prik. Dan de handhaving. Kijk, handhaven van een wet en handhaven inregelen kost altijd tijd. Dat is denk ik op zichzelf genomen niet zo gek. Als de gedachte zou zijn dat sinds die quarantaineplicht de mensen daar niks van gemerkt hebben, dan is dat niet juist. De quarantaineplicht wordt namelijk op een aantal manieren gehandhaafd. Uit die wet die is aangenomen, daar geldt een testplicht. Daar geldt een dubbele testverplichting voor mensen uit zeer hoog risicogebieden. Daar is gewoon op gecontroleerd bij boorden in de afgelopen week. Vervolgens moest men een quarantaineverklaring inleveren. Daar is gewoon op gecontroleerd bij het boorden. Het belteam was paraat, heeft ook nagebeld. En vanaf morgen is het ook daadwerkelijk ingeregeld dat een BOA op de stoep kan staan om op grond van het niet naleven van een quarantaineplicht ook een boete uit te delen. Kortom, ik denk juist dat de handhaving behoorlijk snel is ingericht. Was dat in alle gemeenten al op dag 1 het geval? Nee, dat was niet op dag 1 het geval. Maar de toetsing bij boorden, het nabellen ervan, dat was wel degelijk ook al vanaf dag 1 het geval. Kortom, ik denk dat het minder somber is dan de heer Quint doet voorkomen. En ik denk dat wel degelijk het quarantaineplicht een adequate vervanging is van vliegverboden. Maar we hebben ook altijd gezegd, als het van toegevoegde waarde zou zijn om alsnog een vliegverbod in te stellen, dan zullen we daarover ook niet aarzelen. Dank u wel. De heer Quint. Nou, dan is de voornaamste vraag is, waarom acht u het dan niet van toegevoegde waarde? Want ik heb vandaag geleerd dat een vliegverbod niet leidt tot minder vluchten. En dat was toch echt wel nieuws voor mij, want ik kreeg de stellige indruk dat een vliegverbod dat wel degelijk tot doel had. Dat zit ook een beetje in de term, vliegverbod. De minister zegt, ja, ik snap best dat bij een nieuwe wet alles niet meteen vanaf dag 1 op orde is. En prima, daar wil ik best een stukje in meegaan. Maar als ik RTL lees, dan staat daar gewoon dat maar 6 veiligheidsregio's überhaupt klaar waren op het moment dat die handhaving moest gaan beginnen. En ja, dan kun je wel heel mooi controleren of mensen een papiertje invullen met of zij bereid zijn in quarantaine te gaan. Maar wanneer dat vervolgens van geenerlei waarde is in de praktijk, dan is dat toch een soort schijnveiligheid die wij onszelf opleggen. En waarom, tenslotte, zijn er zoveel landen dan? Wat maakt ons zo anders dat wij dat vliegverbod op India bijvoorbeeld niet nodig hebben, terwijl al die andere landen dat wel nodig hebben? De minister. Nou, eerst even over dat vliegverbod versus een verbod op inreizen vanuit niet-EU-landen. Ik denk dat dat op een aantal uitzonderingscategorieën na ongeveer op hetzelfde neerkomt. En daar waar het gaat over de handhaving van die quarantaineplicht, heeft die quarantaineplicht natuurlijk betrekking op zeer hoog risicogebieden. Dat hebben we bewust zo vastgesteld, dat de handhaving betrekking moest hebben op zeer hoog risicogebieden. Dat heeft alles te maken weer met de proportionaliteit ervan. En dat maakt dat de meeste zeer hoog risicogebieden zijn natuurlijk eigenlijk met de auto niet aanreisbaar. Dus het zal altijd via een vliegtuig gaan. Dat maakt dat bij zo'n controle op de quarantaineverklaring, maar ook op de testverplichtingen die voortvloeien uit de wet die is aangenomen, dat die eigenlijk gewoon prima uitgevoerd kunnen worden op het moment dat mensen aan boord stappen. Stappen er heel veel meer mensen aan boord of gaan er heel veel meer vluchten, bijvoorbeeld uit India of uit andere zeer hoog risicogebieden van buiten de EU naar Nederland? Antwoord is nee, want er geldt namelijk gewoon nog steeds een inreisverbod voor niet-EU ingezetenen. Kortom, dat is één. Dus een vliegverbod is ook niet iets absoluuts. Het is niet dat er dan 0 vliegtuigen meer opstijgen, omdat bijvoorbeeld medisch personeel altijd uitgezonderd is. Of omdat bijvoorbeeld EU-burgers of Nederlanders gewoon altijd uitgezonderd zijn. Dat zie je bijvoorbeeld ook in Duitsland. Daar landen wel degelijk Duitsers uit India bijvoorbeeld. Of Duitsers uit het VK. Dan twee, ten aanzien van de handhaving. Daar snap ik uw punt. Dat gaat over de handhaving daar aan de kant van de gemeente zelf. Daar snap ik uw punt. We hebben daar bewust, omdat juist een hele korte implementatietijd gold, hebben de gemeente de gelegenheid geboden om te kijken hoe ze ook wilden samenwerken in de regio. Dat was een uitdrukkelijke wens van gemeente en ook een uitdrukkelijk advies van de expertgroep die we daarvoor hebben ingesteld om die handhaving niet per gemeente op te pakken, maar in een regio op te pakken.
En zo hebben we het ook, ingeregeld. En dat klopt. En daardoor was niet vanaf dag 1 kon er ook een boa bij je op de stoep staan. Maar vanaf morgen is dat dus wel het geval. Op het moment dat er wordt nagebeld en er wordt geconstateerd dat je ofwel niet thuis bent, ofwel de telefoon wordt niet opgenomen. Want ook dat kan een reden zijn om een handhavingsverzoek in te dienen bij de regio. Kortom, vanaf morgen heb je daadwerkelijk de kans om een boa op je stoep aan te treffen als je je niet houdt aan de quarantaineplicht. Dank u wel. De heer Quint. Tenslotte, voorzitter. Het lijkt langzamerhand iets beter te gaan en daar is iedereen heel blij om. Dat is met dank aan vaccinatie, maar dat is ook met dank aan hele, hele zware maatregelen die de politiek gevraagd heeft van de samenleving. En een kabinet dat zoveel vraagt van Nederland, dat heeft ook de verplichting om zich tot het uiterste in te spannen. En wat ons betreft gaat deze toch echt laksige manier van omgaan met bijvoorbeeld vliegverboden past daar echt niet bij. Dank u wel, meneer Quint. Dan geef ik het woord, want het was een afsluitende opmerking, aan mevrouw Kuiken van de PvdA en mevrouw Van Es van de Partij voor de Dieren. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Soms denk ik dat deze minister denkt dat deze Kamer onnozel is. Want we hebben namelijk best wel een ferm debat gehad over de quarantaineplicht. Want er waren zorgen over de handhaving. Er werd expliciet gevraagd handhaaf vliegverboden. Want inreizen is wat anders dan minder vluchten door vliegverboden. En uw vraag is? En mijn vraag is, hoe kan het zo zijn dat we al maanden bezig zijn met de voorbereiding van deze quarantaineplicht, handhaving het grootste zwaktepunt was, en dat nog lang niet alle regio's begonnen zijn om dat in voorbereiding klaar te hebben? Ik snap dat oprecht niet. De minister. Nou, volgens mij is het helemaal niet zo dat daar al maandenlang een voorbereiding voor was. Ik denk dat de tijd die op dit moment bij deze wet is gekozen, tussen de behandeling van de wet en de ingangsdatum van de wet, wetend ook dat er zo ongelooflijk veel handhavingsinspanningen achter vandaan komen, denk ik juist dat die inspanningen heel snel, heel ver gevorderd al waren op het moment dat wij de wet behandelden in de Kamer en ook vrij snel van kracht konden gaan daarom. Op het moment dat daadwerkelijk de hamer viel in de Eerste Kamer. Ten aanzien van de handhaving van de vliegverboden, daarvan hebben we juist afgesproken dat we dat opnieuw zouden voorleggen aan het OMT, of het noodzakelijk was om vliegverboden te handhaven. Tijdens het debat heeft collega Van Nieuwenhuizen ook uitgesproken dat wij daartoe gewoon bereid zouden zijn als kabinet, als het OMT dat noodzakelijk achtte. Maar heeft het OMT gezegd, nee, een quarantaineplicht is afdoende voor deze landen, deze zeer hoog risicogebieden. En ik denk dat er een misverstand is, namelijk dat een vliegverbod zou hebben gezorgd dat er dan helemaal niemand meer uit die landen deze kant op zou komen. En het tweede misverstand is, denk ik, dat als je dat zou doen, dat er dan geen influx zou zijn van virus. Nou, beide misverstanden wens ik tegen te spreken, omdat beide niet het geval is. Mevrouw Kuiken. Nou, de minister spreekt zichzelf al tegen, want hij zegt OMT, advies en kan alleen als er een quarantaineplicht is. En dat is nu precies het probleem. Er is geen handhaving van een quarantaineplicht. En de vliegverboden zijn ondertussen al opgeheven, terwijl de Kamer nadrukkelijk heeft gevraagd, doe alleen vliegverboden opheffen als andere landen dat om ons heen ook doen. Frankrijk doet het, handhaaft het nog. Duitsland handhaaft het nog. Dus kortom, de handhaving is niet op orde, terwijl het al sinds maart wordt voortbereid. De vliegverboden zijn opgeschort en andere landen op ons heen handhaven het wel. En de quarantaineplicht is niet op orde. Ik kan het niet uitleggen, maar de minister maakt alles wat recht is ongeveer, wat krom is ongeveer recht. Mevrouw Van Es van de Partij voor de Dieren. Dank u, voorzitter. Volgens mij is het bekend dat de Partij voor de Dieren in ieder geval niet voor die quarantaineplicht was en echt ook vond dat we gewoon die vliegverboden voor hoogrisicolanden hadden moeten behouden. Ik ben wel benieuwd. We weten dat de luchtvaartsector ze heel graag op wilde heffen en daar ook zeker nadrukkelijk op heeft aangestuurd. Dus ik ben benieuwd, zijn er gesprekken geweest met de luchtvaartsector om deze verboden op te heffen en wanneer hebben die dan plaatsgevonden? De minister. Er zijn altijd gesprekken natuurlijk met de luchtvaartsector, natuurlijk. Maar we hebben gezegd dat we daarin het advies van het OMT zouden volgen. En daarom kloppen de conclusies ook niet die zojuist door mevrouw Kuiken werden getroffen. De afspraak is geweest dat wij advies zouden vragen aan het OMT ten aanzien van de inzet van vliegverboden. En het OMT komt tot de conclusie, de vliegverboden voor zeer hoog risicogebieden hoeven niet te worden gehandhaafd. Als er een quarantaineplicht wordt ingevoerd. Dat is een belangrijke reden om de quarantaineplicht in te voeren. We hebben daar altijd bij gezegd, wij zijn niet tegen vliegverboden. Maar een quarantaineplicht kan een proportionelere en een gerichtere maatregel zijn in dit geval. Overigens, daar waar het gaat over buiten Schengengebieden, dus niet EU-landen,
Daar geldt vanwege de Schengen-ban sowieso een inreisverbod. Dus het verschil tussen het wel of niet hebben van een vliegverbod is niet zo groot. Het ging altijd onder de vliegverboden om ongeveer 1500 reizigers in de week. En dat gaat het nog steeds. Dus daarin is eigenlijk niet echt iets veranderd in de afgelopen weken. Wat wel is gedaan is natuurlijk de introductie van de quarantaineplicht. Nou, grosso modo staat die handhaving op één belangrijk punt na, die vanaf morgen staat, namelijk de kans dat je een boa op de stoep aan kunt treffen. Helder. Ja, helder. Heeft u gezegd. Mevrouw Van Es. Dank u, voorzitter. Volgens mij was het hetzelfde antwoord op de vraag van mevrouw Kuiken. En blijft er in de herhaling vallen. Ik wil toch nog teruggaan op het feit dat ik me echt afvraag, en deze vraag stel ik op die manier, zijn er in geen enkel opzicht economische belangen die hebben meegespeeld bij de afweging voor het afschaffen van vliegverboden, behalve het vooropstellen van de volksgezondheid? De minister. Het is wel of niet vliegverboden, wel of niet quarantaineplicht, is op advies van het OMT. En overigens, er spelen natuurlijk altijd economische belangen. En dat is niet iets smoezeligs of iets waar je van zou moeten zeggen, oeh, mag dat eigenlijk wel, mag je daar eigenlijk wel rekening mee houden? Natuurlijk moeten we daar rekening mee houden. Economische belangen betekent namelijk ook gewoon werkgelegenheid, betekent gewoon brood op de plank. Natuurlijk moet je daar rekening mee houden. Alleen, wat hier natuurlijk speelt, is dat je de kans op virusintroductie wilt minimaliseren. En die kans op virusintroductie minimaliseren, dat moet je altijd doen met proportionele maatregelen. Maar wij hebben gemeend dat een quarantaineplicht, zij het een hele ingrijpende, een proportionele maatregel is. Wij hebben ook altijd gemeend dat een vliegverbod ook een proportionele maatregel kan zijn. En daarom zeggen we ook, we zijn ook bereid om vliegverboden in te stellen als dat van toegevoegde waarde is. Ja. En of het van toegevoegde waarde is, die vraag leggen we voor aan het OMT. En het advies daarop is helder geweest. Heer Paternotte, D66. Ik vind het oprecht een zwak verhaal van de minister. En ik maak me echt zorgen of hij het OMT-advies wel gelezen heeft. Duitsland handhaaft vliegverbod plus quarantaineplicht. Frankrijk heeft daar bovenop nog eens een derde test bij aankomst. En het OMT zegt dat het is van groot belang voor de volksgezondheid dat landen samen optrekken en dat we niet iets totaal anders doen dan de buurlanden. Maar wij hebben nu geen vliegverboden meer en een quarantaineplicht die nog niet gehandhaafd wordt. En uw vraag is? Mijn vraag, als u het OMT-advies leest en die zeggen wijken nou niet enorm af van die buurlanden, hoe kunt u dan verklaren of zeggen dat u het OMT-advies volgt als wij juist nou, toch in de ogen van die landen een beetje de gekke Gerritje van Europa zijn? De minister. Echt een hele, hele merkwaardige weergave, voorzitter, van het OMT-advies, maar ook van het beleid van het kabinet. De vraag aan het OMT is geweest, is het noodzakelijk om het vliegverbod te handhaven? Het antwoord van het OMT is geweest, nee, dat is niet noodzakelijk. Omdat er een quarantaineplicht aankomt. En dat maakt ook dat wij op dat advies gemeend hebben het vliegverbod te kunnen opheffen met handhaving uiteraard van de quarantaineplicht. Feit is dat het wel of niet opheffen voor het vliegverbod voor niet-EU-landen eigenlijk helemaal niet zo'n heel groot verschil maakt. U maakt een heel groot punt van de grote verschillen met Duitsland of de grote verschillen met Frankrijk. Ik denk dat die verschillen uiteindelijk heel erg klein zijn. Als je uit een zeer hoog risicogebied komt, dan moet je voorafgaand aan boorden 2 testen hebben doorlopen. En na aankomst hier op de grond moet je in quarantaine. 10 dagen, tenzij je een negatieve test hebt, dan mag je na 5 dagen mag je uit quarantaine. Dat is precies de manier waarop je introductie, influx van het virus vanuit het buitenland, vanuit zeer hoog risicogebieden voorkomt. Dat is precies de reden ook van de introductie van de quarantaineplicht. Kortom, ik denk dat Nederland zeer stringent beleid heeft, dat nauwelijks afwijkt van buurlanden. En dat in ieder geval adequaat is in het kader van het doel waarvoor je die maatregelen treft, namelijk het buitenhouden van exotische varianten. Dank u wel. Mevrouw Westerveld, GroenLinks en dan de heer Quint, SP. Ja, voorzitter, de minister zegt het volgens mij net wat anders dan het OMT het zegt. Want de minister zei dat het OMT in zijn advies zegt dat vliegverboden eraf kunnen op het moment dat er een quarantaineplicht wordt ingevoerd. Dat is niet helemaal zo. Zij zeggen dat het alleen kan op het moment dat een quarantaineplicht strikt wordt gehandhaafd. Zeker. En dat is de afgelopen 8 dagen natuurlijk niet gebeurd. En ik wil de minister vragen of hij in ieder geval erkent dat dit niet is gebeurd. En ook hoe hij ervoor zorgt dat wij ook als Kamer weten wanneer dit wel precies wordt gehandhaafd. En of morgen ook al die regio's daar klaar voor zijn. Ja, ik hoor 2 vragen. Voorts aan de minister. Zeker. Dus de vraag is geweest aan het OMT. Is het mogelijk om een vliegverbod op te heffen nu we een quarantaineplicht hebben? Ja, zegt het OMT. Als de quarantaineplicht strikt wordt gehandhaafd. En dat doen we dus ook. Zij het dat die laatste stap in de handhaving nog moest worden ingeregeld. En die is vanaf morgen ingeregeld.
De heer Quint. Wat dus betekent dat er een week lang niet aan de voorwaarden van het OMT voldaan is om te beginnen met een quarantaineverplicht en vliegverboden op te heffen. Maar mijn vraag is, zelfs als het straks op orde is, dan is er een belpanel van 10 mensen die gaan bellen, je hoeft niet op te nemen. Dan gaat er misschien iemand langs de deur, je hoeft niet open te doen. Dat kan toch op geen enkele manier tot de conclusie leiden dat wij nu een quarantaineplicht hebben die, zoals het OMT adviseert, strikt gehandhaafd wordt. De minister. Dat debat hebben we natuurlijk gevoerd. Een quarantaineplicht is allereerst in normerende zin, denk ik, heel sterk. Zeker omdat we bij inreizende mensen weten dat men zich aan het quarantaineadvies niet heel erg bereid was te houden. Waar we van alles van kunnen vinden, want het is namelijk een advies van de GGD, dus daar moet je je gewoon aan houden. Maar niettemin, we denken dat die plicht wel degelijk normerend werkt. Een aantal buitenlanden heeft ook een quarantaineplicht op dezelfde manier ingeregeld, ook qua handhaving, op dezelfde manier ingeregeld als Nederland. En we zien dat ook daar die normerende werking er wel degelijk van uitgaat. Twee, de pakkans is wel degelijk reëel. De pakkans is sowieso voordat je aan boord stapt 100%. Want anders kom je namelijk niet aan boord. Ja. Dus die twee negatieve testen, die zul je moeten hebben gedaan, anders kom je niet aan boord. En vervolgens moet je die Q-verklaring hebben met je telefoonnummer erop, anders kom je niet aan boord. En vervolgens kan je inderdaad worden nagebeld en dan kan je de pech treffen dat je inderdaad een boa op je stoep vindt die de quarantaineplicht komt handhaven. Ja. Dus die pakkans, die is reëel. En vanaf morgen is die ook daadwerkelijk reëel, omdat de boa vanaf morgen op de stoep kan staan. En dan nog even over dat vliegverbod. Ja? Want het misverstand blijft toch maar bestaan in de vraagstelling dat het van grote toegevoegde waarde zou zijn, bijvoorbeeld bij India, om daar het vliegverbod te handhaven. Omdat dat een niet-EU-land is, is het niet zo dat het vliegverbod India betekent dat er bij een vliegverbod nul vliegtuigen deze kant op komen. En nu dat vliegverbod er niet meer geldt, wel vliegtuigen met allemaal mensen deze kant op komen. Ja. Het aantal invliegende mensen uit zeer hoog risicogebieden zijn de niet-EU-landen, is niet toegenomen in de afgelopen Dank weken. Wel. Dank u wel. Dan wil ik de minister van VWS bedanken voor de beantwoording. We gaan even snel schoonmaken.